Met de thesis studieloopbaanbegeleiding, een ontwerponderzoek naar het ontwikkelen van loopbaancompetenties bij de studenten in het basisjaar van de avondopleiding De Nieuwe Leerkracht, heeft Heidi Lindveld vanmorgen een afstudeerpresentatie gehouden. Met deze thesis is ze afgestudeerd aan de Institute for Graduate Studies and Research, IGSR, en wel de masteropleiding Education in Teacher Training. De presentatie plaatsgaat in het IGSR-gebouw op het universiteitscomplex. Volgens Lindveld heeft ze in haar onderzoek ruime aandacht besteed aan het afhaakgedrag van studenten. Zij zijn bij de inschrijving enorm enthousiast, maar na de eerste periode is er al een terugval te merken. Lindveld geeft aan dat docenten in veel gevallen de studenten verwijten hierover, terwijl er geen studieloopbaanbegeleiding is. Kijken wij richting de studenten, dan kijken wij naar de studenten die hebben afgehaakt. Die geven aan dat ze slechte resultaten hebben geboekt. Ze zijn niet gemotiveerd. Ze ervaren al opleidingsdruk. Maar juf, de negatieve feedback van de docenten. Waarom moet ik doorkomen? Kijken wij naar de studenten die nog op de opleiding zitten? Ja. Ook zij geven aan. Studenten onderschatten de opleiding. Hoge verzuimen. We hebben hulp nodig. Ook zij vragen naar een oplossing. Lindveld haalde verder aan dat zowel de directies, docenten en studenten aangeven dat zij het afhaakfenomeen onderkennen. Studenten zien namelijk de mogelijkheden en kansen binnen de opleiding niet. Na een gedegen onderzoek en bestudering van literatuur is Lindveld tot de conclusie gekomen dat studenten begeleid willen worden. Ze formuleerde enkele aanbevelingen voor de opleiding. Begeleiding is belangrijk. Het moet. En liefst starten in het eerste jaar omdat daar de basis is. We moeten draagvlak gaan creëren. Kijken we naar het ministerie? Ja, we zeggen allemaal, het ministerie doet niets. We gaan toch niets bereiken. Maar laten we bij onszelf beginnen. We willen van het ministerie een structurele versterking van kwaliteit, van de kwaliteit en de positie van studieloopbaanbegeleiding. Docenten moeten getraind worden daarin. Het laatste puntje wil ik bijna niet oplezen, die financiële compensatie. Dat motiveert ook, hè? Mijn implementatieplan. Ik heb een stap gemaakt, vandaar dat u daar ziet veranderingen stapvoets laten plaatsvinden. Ik heb mijn eerste stap gemaakt, ik heb een lessenserie ontwikkeld. Hij is verwerkt in een handleiding. En dat zal ik dan ook overdragen aan de directie. Tot zover Heidi Lindveld vanmorgen tijdens de presentatie van haar afstudeerthesis studieloopbaanbegeleiding. Ze is hiermee afgestudeerd aan het IGSR en wel de masteropleiding Education in Teacher Training.